Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag in deze video ga ik jullie een dagje meenemen in mijn leven. En laat ik jullie gewoon zien wat ik vandaag de dag eigenlijk aan het doen ben. Ik ben namelijk echt ongelooflijk druk, ondanks dat het quarantainetijd is. Ik ben echt 7 dagen per week bezig. Heel erg druk, van ochtend tot avond. En ik dacht, ik laat jullie gewoon een dagje zien van mijn leven op dit moment. Ik ga even omkleden. Daarna ga ik even een koffietje maken en dan ga ik gewoon beginnen en ik neem jullie gewoon mee. Overigens kan je ook echt zien aan mijn ogen van hoe dik ze zijn, van hoe moe ik gewoon ben. Hey Eve, kom je mee? Oké, dus dit is de tafel hier waar ik heel wat uurtjes doorbreng nu, deze dagen, weken. En waarom ben ik nou eigenlijk zo druk? Nou ja, ik ben dus nog een student. Oh, die kat is van irritant soms. Ik ben dus nog student en ik had nog een paar vakken die ik moest halen om te kunnen afstuderen. En omdat het coronavirus in Nederland kwam, voorzag ik op een gegeven moment al van, ik heb straks wel helemaal niks te doen en dat vind ik zonde van mijn tijd. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om extra vakken te volgen. En normaal heb ik altijd zo'n 2 vakken die je per periode volgt. Dat is in ieder geval op de universiteit zo. En in plaats van 2 vakken heb ik nu 4 vakken. En ik kan je vertellen, 4 vakken op de universiteit is heel erg veel. 3 is nog wel net te doen, dan heb je het ook echt heel erg druk. Maar 4, dat is eigenlijk gewoon gekke werk. Maar ik ben er nu al 3 weken mee bezig. En ik ben nu gewoon al zo ver dat ik niet meer ga stoppen. Want het is gewoon veel te zonde van die 3 weken anders. Dus ik ga gewoon door. Maar dat betekent wel dat ik naast mijn 2 dagen werk, want ik werk dus ook nog 2 dagen, 5 dagen bezig ben met studie. Wat neerkomt op dat ik 7 dagen per week alleen maar bezig ben. En het zit ook aardig vol hier in mijn hoofd. Maar er komt een einde aan. Nog een paar weken en dan is het weer wat rustiger. Maar ik ga dus vandaag weer volop aan de bak voor studie. Ik heb gisteren gewerkt. Vandaag ga ik alleen maar aan studie. Morgen heb ik een midterm voor een vak. Dus daar moet ik nu voor leren. Ik heb nog best wel wat in te halen. Het is gewoon te veel om allemaal te doen. Dus ik zit soms een beetje te vogelen tussen wat ga ik nu doen en wat kan ik laten zitten. Maar goed, nu dus even focussen. Oké, dus hier zie je nu mijn overzichtje. We zitten nu hier, maar ik ga me echt hierop focussen. Dus al het andere hier, dit heb ik gemist gisteren omdat ik aan het werk was. Dit ga ik gewoon even skippen en ik ga me echt op die midterm focussen. Wat moet ik daar nou nog voor doen? Ik heb hier artikelen. Deze 3 heb ik al gelezen. Het zijn best wel aardig dikke artikelen. Ik heb hier nog 2 en deze moet ik ook nog ervoor lezen. En het lijkt misschien weinig, maar 3 artikelen van die dikke is nog echt best wel veel. En elke ochtend check ik ook even al mijn e-mails. Dat staat altijd helemaal vol. Zodat ik wel een beetje up-to-date ben van alles. Ik vind het zelf altijd heel erg fijn om te leren of te studeren gewoon met muziek op. En ik heb daar deze playlist voor. Die heet gewoon Piano en die heeft allemaal piano muziek. Dat vind ik gewoon super chill om naar te luisteren. Daar kan ik me gewoon net wat beter concentreren.
I'm done. Eén artikel klaar. Dit was echt een fucking dik artikel. Het duurde echt super lang om dit te lezen. Ik heb er nog twee te gaan. Maar ik denk dat ik even een kleine pauze ga nemen. Want ik zie gewoon dubbel van al dat lezen. Oh, heavy. Heel heavy. Oké, het is nu 10:50. Ik heb even iets van 20 minuutjes pauze genomen. Maar ik merk gewoon dat ik nog steeds een beetje duizelig in mijn ogen ben of zo van het altijd lezen. En ik heb ook best wel honger, dus ik ga gewoon nu al middag eten. En dan kan ik gewoon nog een paar uur lekker doorrammen. Ik kan soms gewoon zo gefocust zijn op iets dat ik gewoon echt op een gegeven moment denk van oh mijn god, als ik nu niet iets ga eten dan val ik gewoon echt neer. Dus het is nu ook 12:30 en ik heb alleen nog maar één appel gehad. Nou, dat is voor mij echt heel weinig. Ik hou van eten, dus ik ga nu even een eitje maken met broodjes. En dan kan ik daarna weer gewoon lekker verder. Want ik zag gewoon dubbel. Ik kon echt niet meer. Ik denk dat ik even buiten ga zitten. Want het is super lekker weer. Geen wolkje aan de lucht. Oké, echt het beste moment van de dag is als ik dingen kan afstrepen die ik heb gedaan. Dus ik heb bijvoorbeeld dit artikel nu gelezen. En deze ook. En dat is echt geweldig. Om dat gewoon te kunnen afstrepen. En wat ik dan ook doe om altijd in één keer het overzicht te kunnen zien. Want zoals je kan zien, als je dit zo ziet met allemaal tekst, is het best wel niet overzichtelijk soort van. Dus om het echt meteen visueel te maken, doe ik het ook met zo'n blauwe marker. Als ik nou het heb gedaan, doorstrepen. En alle, zeg maar, dingen voor een cijfer. Dus hier, dit is voor een cijfer. Deze en deze midterm morgen ook is ook voor een cijfer. Dat doe ik dan gewoon met een gele marker. Want dan kan ik gewoon, ja, in één oogopslag zien hoe ik er een beetje voor sta. En dit is ook zeker niet alles wat ik moet doen, maar gewoon een beetje de meest belangrijke dingen. Maar ja, voor mij werkt het wel om gewoon zo te werken. Dus deze kan ik nu ook mooi afvinken. En deze kan ik mooi afvinken. Dus je kan zien ben ik redelijk on track voor hetgeen wat ik moet doen voor deze marketing midterm. En aangezien ik een beetje gek word van al het lezen, denk ik dat ik toch iets ga doen van ja, gewoon iets van een hoorcollege of zo. Maar het is zo kut, want gisteren moest ik werken en ik heb meteen een achterstand van hier tot Tokio. Het gaat zo snel, dat is gewoon niet te doen. Dus ik denk dat ik hier maar een beetje aan ga beginnen. Zodat ik ook nog een beetje afwisseling heb tussen alleen maar lezen en ook nog gewoon een beetje relaxed luisteren naar een hoorcollege. En besef, dit is voor één vak, maar ik heb nog drie andere vakken dus. Dus jamie! Word of mouth marketing en metrics for electronic word of mouth. And in particular about the social media monitoring online sentiment. So. Ik denk dat ik even een kleine pauze ga inlassen, want ik merk dat ik zo moe word. En ik heb echt nog wel een aantal uur te gaan.
ik wil minstens nog bijna de hele avond aan school zitten. Dus ik ga denk ik even een welverdiende pauze nemen buiten in het zonnetje. Hey, baby. Hey, liefje, ben je ook buiten? Hm? Oh, zo lekker, hè, schat. Zo lekker. Zij is aan het verharen, dat is niet normaal. Echt heel erg aan het verharen. Check dit. Dat is ook niet normaal. Buk ze ook even gedag komen zeggen. Ja, en daar gaat ze ook weer. Het is nu 5 uur. Ik heb redelijk veel gedaan. Ik moet dit artikel nog lezen voor mijn midterm van morgen. En wat ik dan even ga doen, of dat ga ik nu doen, is dat ik alvast mijn agenda voor volgende week helemaal ga samenstellen. Zodat ik een goed overzicht heb, want ik heb redelijk wat dingen te doen. Dus eerst ga ik proberen om hier zo ver mogelijk mee te komen. Al is dit ook weer best wel een dik artikel. En gaat het dus ook heel wat tijd kosten om dit allemaal te lezen. Maar daarna ga ik even mijn agenda van volgende week proberen te fixen. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Wait till you're to know the reason why. Ik zit wel even na te denken wat ik vanavond ga doen. Want zoals ik volgens mij vanochtend al zei, heb ik best wel redelijk lange dagen. Ik ben nu ongeveer 3 weken bezig met, bijna 4 weken denk ik. 3 of 4 weken bezig met 4 vakken te volgen nu. Nou, zoals ik al zei, is dat echt extreem vermoeiend. En op een gegeven moment heb ik dus ook hartkloppingen gekregen, omdat het gewoon in mijn hoofd zo druk was. Omdat ik gewoon 7 dagen per week bezig ben. En ook gewoon van vroeg tot 's avonds laat. Soms zat ik hier gewoon van 9 uur tot 10 uur 's avonds. Dan ben je gewoon 13 uur op een dag bezig met werk en school. En op een gegeven moment kreeg ik dus last van hartkloppingen. En dat heb ik nu dus ook al iets van 2,5 week, bijna 3 weken denk ik. En dat is kut. Maar gelukkig is het de afgelopen 4 dagen wel wat afgenomen. Want het is gewoon echt super vervelend als je elke keer een hart hebt dat gewoon hartstikke hard aan het slaan is. En dat het ineens ook uit het niets gewoon vet random nog harder gaat. En ik sliep slecht. Ik had rare dromen. Ik had echt heel rare dromen. En ik werd zwetend wakker. En misschien is het ook wel gewoon goed om even wat minder hard te werken. Ja, weet je, dan maar dat ik dingen niet gedaan krijg. Maar ik weet niet of ik het volhoud om wekenlang 12 à 13 uur op een dag bezig te zijn en gefocust te zijn. Want het is gewoon in mijn hoofd gewoon heel erg moeilijk. Je kan niet 13 uur lang super erg gefocust zijn en dat wekenlang doen. Ik bedoel, ik doe het nu al toch best wel een tijdje. Maar misschien dat ik dus een beetje het gas eraf moet nemen, zeg maar. Dus misschien dat ik deze video ook wat eerder stop dan dat ik vanochtend in mijn hoofd had. Dat ik dacht gewoon, ik zit hier minimaal tot 9 uur 's avonds gewoon weer. Maar het is misschien wel gewoon goed om even wat rustiger aan te doen. Even wat meer menselijk niveau. Want anders is het ook niet echt vol te houden, ben ik bang. Daar zit ik me even aan te denken.
Nou, daar zit ik weer. Het is 8:30. En ik heb gegeten en weet je, ik ga gewoon even lekker een avondje vrij nemen. Nog een beetje Netflixen. Ik heb hier mijn Ben & Jerry's klaar liggen. Weet je, ik heb genoeg gedaan. En bij deze sluit ik deze video dan ook af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een keertje te zien wat ik nu deze dagen en weken allemaal aan het uitvoeren ben. En ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd naar hoe jullie dagen er nu uitzien. Dus laat dat vooral achter hier in de comment. En dan zie ik jullie graag weer bij een volgende video. Doei! Such a bad